zal leiden naar Jorgen voor zijn bos zal zien. Daarom mensen, we zullen hier even die voorkomende van gisterochtend kunnen lezen voor wie Vos, Niemens, de orde van Moemens bij overhandigen. De oorkonde buren de witte onderscheiding van de orde van Moemens. Wij, bestuur en leden van carnavalsvereniging Den Dreumel, overwegende zien goede verdiensten van onze vereniging, gedurende zien elk jonge vorschap, besloeten een heer en nood te gaan ontwijken de orde van Moemens, door bijhurende de titel van grootvorst in de orde van Moemens aan Vorst Niemens. Lief Drummelinnekes en Dreumels, bedankt voor die schone ontvangst. Alleen, nou heb ik 11 jaar lang mijn best gedaan om iedere artiest en iedere deelnemer hierboven netjes naar boven te laten halen met door de ceremoniemeester en met twee dansmarietjes. En wat Frieda als dank. Moeten door gans alleen naar boven loeren. Dat heb ik anders verwacht van de voorzitter. Maar het wordt toch wel lekker. Lief Drummelinnekes en Dreumels, we gaan gauw beginnen. De garde die stiert heen kloor, die hebben zich lekker weer omgedraaid. Dus we zullen ze ook maar gauw aan het woord laten. Ik zou jou eerst willen wensen een zalig nieuwjaar. En zij doen dat nou op uw manier met de gardedans. Daar geeft hij, de garde.
lief, drummelinnig en drummels, als je ons matjes zit van de garde, dan zie je wel een hielen harde, als je door niet zacht van werd en gans ontroerd. Ze stormen hier over de bühne, onberoerd, en wordt er gedanst, gewalst, gezwaaid en gedreid, gehuppeld, gelachen en gekrijd, dat alles ter ere van onze prins Jan de Vijfde, die ziet het aan, gans vol liefde, en die schenkt er een glesje limonade, want hij blieft onderwijzer in al zijn genade. Wij bedanken ons bij de garde voor de schone dans die ze ons heen gebroken hebben. En wij verzoeken er een plaats te nemen op de bankjes die daar achter u staan. En dan heb ik nou intussen voor prins Jan de Vijfde de schone taak om even heen naar voren te komen op de bühne. Want wij hebben een nieuw lid in de carnavalsvereniging en die willen we graag aan uw vuur stellen. En hier gaan uitreiken de onderscheiding die huurt bij dat lidmaatschap, de schitspool, en wel aan Giel Mertens.
ferment dat dat wel kan. In augustus carnaval. Maar die Jan Hilders en Ineke en Gerda Wiene, die vroegen zich af, ja, is dat hoor? En nou komen ze weer andersom op als gisteravond. Hier hebben die Jan Hilders, daar komen dadelijk ongetwijfeld Ineke en Gerda Wiene. De microfoon is er al. Dus nou komt Gerda en daar komt Ineke Wiene. Ja, is dat woord. Ja, is het woord dat ik bij ons al mogen blijven, ook lieve schat, dat vind ik toch zo fijn. Maar zul degene niet meer zorg op mij kiepen, of zeg degene nou alleen maar voor de gein. Ik ben de kruk over dat geen mede meer verstond, dat het nou in een oven zwieren was gedoond. Ja, is het woord dat ik bij jou zou mogen blijven, ach lieve schat, dat huur ik geer. Ik kwam een jongske tegen, hij was waar ik zo. Hij liep al wat verlegen, werd ze waar ik dacht. Ik huur op heel in wie het geen werd, mine schat. En vroeg liep oh dat wat. Ja, is het woord dat ik bij jou zou mogen blijven, ach lieve schat, dat vind ik toch zo fijn. Maar zul degene niet meer zorg op mij kiepen, of zeg degene nou alleen maar voor de gein. Ga ik echt de kriebels in mijn bloed. Ik hoopte dat hij bij mij bleef en wel vergoed. En plots kreeg ik een kusje midden op mijn snoet. Hij zag dat is voor mijn broed. Ja, is het woord dat ik bij jou zal mogen blijven, ach lieve schat, dat vind ik toch zo fijn. Maar schuldig jij dat niet meer zorg op mij kiepen, of zeg jij dat nou alleen maar voor de gein. Wij bedanken ons bij Dian, Ineke en Gerda voor het schone liedje. En nou komt er een liedje vastenavond, die komt er aan. Dat zullen binnenkort ook op de Omroep Limburg gaan huren. Want er zien van de 4 liedjes die wij hebben, die zijn ingezonden. En er zien er 2 van bij de laatste 24 doorgekomen. Daar wil ik ook een speciale aandacht voor vragen. In Grenzen Maas, daar stiert iedere keer een bon die je op kunt sturen om uit te wijzen welk dat je het mooiste vindt. Je weet dus wat je te doen stiert als je het dadelijk gehuurd hebt. Dus zorg ervoor dat je nou goed luistert naar het derde liedje. Ook een van de arrangementen van Gerde Mulder. Het wordt gezongen door Marion Boots, Agnes van Bergen en Marion Jacobs. Vastenavond, dikke umtra.
bakkes van de zolder af. Maak mijn vaste nove spetje leeg. Zuig mijn schoonste peksje doet, hier denk dat zit vast. Straks ben ik in Trina onderweg. Voor mij die toes wel nergens anders in. Bleef altijd thee, ik heb een mijn zin. Weet je wat ik nou zo jammer vind? Nou, heb je zo schoon aangetouwd en dan gaat het door gans onder tegen die prinses. Dat komt toch eens in het licht. Waarom moet dat allemaal zo wiet weg? Kijk eens, toch hier een kruis. Daar moet eigenlijk staan. Leef drummelinnetjes en drummels. Het volgende liedje waar we nou gaan luisteren, dat is het liedje G, H en ik. Dat is de... Hebben gisteren misschien al op de radio gehuurd. Dat is de slager van het jaar. Geschreven door hij Heze. Je moet heen kijken in Oliveren. Dat doet er niet toe. Dit is het. En geschreven door hij Heze, die vanover het heer is. Ik zou graag een applausje willen hebben voor hij Heze. Die nog steeds jaar ons gewoon liedjes geleverd heeft. En dat is dus ook een van de twee liedjes die bij de laatste 25 op de radio overgebleven zijn. En dat werd gezongen door een trio dat heette vroeger Nooit Pries. Hoe ze tegenwoordig heette, dat weet ik niet. Het trio Nooit Pries met G, H en ik. Oh.
het trio Nooit Pries. Hier, kom ook eens even op het kruis, toch? Kom ook eens even op het kruis, toch? Moeten ze maar schoot aankijken. Kosten zo weggelopen zien van de horecava. Lief drummelennekes en drummels. Deze zangers en zangeressen. Die zien we heel veel dank verschuldigd voor hun geweldige liedjes. En ze mogen dan ook met prins Jan de Vijfde en Gleske Ierewien drinken. Heer gegund. Maar aan zo'n drinkend gezelschap, er is niet zoveel te zien. Daarom zou ik ook willen uitnodigen. En vandaag is even te kijken naar de nieuwe zaal die we hier hebben. Dit is nou het nieuwe werkpaleis van prins Jan de Vijfde. Pas geopend. En je ziet dan ook dat we een paar kunstenaars hebben uitgenodigd om extra werkvorm te maken. En door linksachter in een hoek, daar zit dan ook een portret hangen van prins Jan de Vijfde, zoals hij eruit ziet als hij straks aftreedt. Hier rechts vooraan zit een portret van zijn adjudant, dat is Thijs Gielen. Dan heb ik gekregen van een dief. Dat is een klauwhamer. Nee, lui, behalve dus mijn vinger, ben ik er goed aan. Ik ben eigenlijk in de wolken. Tenminste, zo wat. Nee, ik ben er goed aan, ik heb WW. Werk. Ja, je doet natuurlijk aan de werkeloosheidswet, hè? Nee. Niks doen vind ik geen werk. Nee, ik werk hier. Momenteel werk ik in de bouw. Behalve als ik niet in de omval was, hè? Het is geen wintersport. Er is geen snee. Nee, ik ben namelijk van het steiger gevallen. Precies met één been in een kuip met gips. Kun je hem goed uitzetten, dokter. Het is toch gebroken. Ja, maar ik zeg, dokter, mijn baas wil hebben dat ik toch kon werken. Niks ervan zetten, dokter. Kun je niks van in. Nee toegeven. Halden we poort maar stief. Ja, dan ben ik eigenlijk heel toevallig in de bouw terechtgekomen via onze pap zijn geloofsovertuiging, hè. Pap is vrijmetselaar. Dan ben ik zien een handlanger. En als handlanger ben ik begoos bij Hagensbouw. Al 75 jaar steengoed. Denk, dat moet een kei zien, hè. Ja, ik ga je ook bij Hagens Piet willen gaan beginnen. Maar dat heeft geen zin, dan doe je alles zelf. Ja, nou werkt de Hagensbouw binnenkort uitgezonden naar China. Hagens hij direct in de gaten dat ik erg nauw kijk. Oh.
Ja, mensen, als handlanger heb ik menig steentje aan een bouw bijgedragen, hè. Ik heb onder andere metgewerkt aan een bungalow van Jan Pelleboer. Woonde een bungalow van 7 ton. En de weerman maar zeggen dat hij niet kan leven van de wind. Nee, want Hans van der Tocht kwam nog naar dat hoest kieken. Liet zomaar de deur open. Ik zei van der Tocht, deur toe, het trekt. Trouwens, hé. Hey. Oh, moet ik wel. Ik zie eigenlijk een beetje gek op, Bo. Weet bouwvakkers halden van vorst. Is trouwens de eerste dat ik dit jaar tegenkom. Maar Louis, ik heb eigenlijk toch 2 slechte eigenschappen voor een bouwvakker, hè. Als eerste, na het richten, loop ik scheef. En als tweede, ik heb hoogtevrees. Dan zeg je natuurlijk, hoe kunnen daar van het stijgen gevallen zien? Ja, door die hoogtevrees natuurlijk, hè. Ja, dat is toch een handicap voor mij in een bouw. Ik maak toch bijna geen promotie. Ik kan moeilijk hogerop. Maar gelukkig, en dat heb je net al gezien, ben ik ook een beetje timmerman. Heb ik onder andere voor Wittenhorst Schools gemaakt. Nee, want ik les in de krant, Wittenhorst kan geen goos klaar. Het rennen van de gemeente afgekeurd. Stond de schijf, die weer dezelfde in de Enstad Holt werkt. Maar nu dat ik hoogtevrees heb, dat is eigenlijk niet zo gek, want ik kom namelijk van het platteland. Ik ben van Hoezoet, ben ik eigenlijk agrariër. En dat is logisch als je van Horst komt, hè. Zeggen ze in Venlo. Ja, onze pap had 160 merige grond en die bebouwden wij 's middags. Oh, wij boorden goed toes. Maar Louis, ik ben niet lang boer gebleven. Nee, want toen er bij ons toes gedeeld moest werden en we waren met veel toes, ons mama had vroeger nooit geen kop in. Nee, maar ben je delen erfde ik toes de us. Kijk, en daar vond ik geen bal aan. Heb ik ook direct verkocht aan de Royco. De ossenstaartsoep van gemaakt, hè. Zonder bulkjes. En van dat geld wat ik beurde, heb ik me een wei gekocht. En daar word ik hier even over uitweiden. Nee, want in die wei heb ik zo'n wilde, flinke boerendochter ontmoet. Oeh. Graas was net 2 kontjes, ja, kwam zwatter aan de knieën, hè. En dan heb ik dan met deur de kalverliefde bedreven. Ik heb ze geaaid. Oh, heerlijk, zei het, zijn echte boerenstreek. Ja, nou was ik in de wei, ik heb daar geen gras over laten groeien, hè. 2 maanden later was ze in niet al te blijde verwachting. Dan zit ze met de stad nou, ik zeg, dat is boerenbedrog. Oh, maar zegt ze, het beste paard struikelt wel eens. Ik zeg, ja, mechje, maar het is ook een beetje een eigen schuld. Ik zeg, want geen liet de teugels vieren. Kijk, toen ben ik op hol geslagen, hè.
Maar het is goed gekomen, mensen, gelukkig. Al kussend hebben wij ons verzoend. Ja, en toen hoor je de vrouw en ik nog in de verrekis. Maar ja, wederom sloeg het noodlot toe, hè. Mest overschotten. Kijk, en dat vond ik zo'n gezeik. Denk eens, kijk, de roet, dat is pet. En toen kreeg ik een goede inval. Ik denk, ik ga je eens op de meert proberen, hè. Kijk, meertkels zijn altijd goed gemutst. Ja, was er ook slim van mij trouwens, want daar beurde ik voor iedere gulden 52. Ja, ik ben bij de tiet. Ik ben bij de tiet, of we verkochen ook horloges. Die tijd is geld. Nou, en ik heb in een ganse kroon vol liggen, maar den handel liep niet. En hoe ik het ook draaide, wij raakten achter. En mensen tot overmaat van ramp pleegden ze op mijn kroon ook nog in een overval. In mun van tiet kwam tiet tekort. Mijn vrouw in paniek, temke zet ze, waar blijft de tijd? Zeg, vrouw, de tijd vliegt. Maar mensen, daar stond ik met mijn lege kroon. Denk, ik stap over op seksartikelen. Nee, ik denk, doe ik toch niet, dan heb ik een nog legere kroon. En toen kreeg ik een goede inval, hè, dameslingerie. Per slotverrekening zien de dames slots weg. Zien hoe het eindelijk toch met een man in zee gegaan. Ja, in dameslingerie, daar zoek ik wel wat in. Ga je ook Dreklandizie, hè? Dreklandizie, zo'n superslank vrouwke komt naar mijn kroon. Temke zei, ik zou gern een BH kopen. Nou, en ik kijk dat vrouwke aan. Ik zeg, mevrouwtje, ik verkoop gern, maar je moet niet onnodig geld uitgeven, hè. Ah, komen hier, lieve dames, bij mij aan de kroon ook criminelen. Kopen nylons. Dat is geen gezicht. Ja, en die moeten ook nog nylons hebben zonder nood. Anders denken de mensen dat die er een streep door hebben, hè. Ja, toch, dames en heren, dat is niet makkelijk. Zo is het in, zo is het uit. Ik heb toen gans wat anders gedaan, toen ben ik overgestapt op de seizoenverkoop. En nadat ik op vaderdag een strop gelegen had aan de dassen. Zeg, ook een das gekregen. Nee, maar toen dat dus gepasseerd was, toen kwam de vakantietiet, hè. En aanzichtkaarten, dat is een prima handel. Riviera, Schwarzwald, Mallorca. Och, er zien altijd mensen die hier buren een kaartje willen sturen van Oudhorst, hè. Ja, dan denk ik aan Schwarzwald, Riviera. Oh, heerlijk, daar kom ik toch weer op ten tiet. Dat ik nog vliegenier was. Ja, ik heb gevlogen, dat kunnen trouwens nog zien aan mijn KLM blauwe uurtjes. Ik heb gelest nu, ik heb gelest in een toestel met dubbele bediening. Daar zaten twee knuppels in. De instructeur en ik. Hij, dus iedereen een knuppel, hè. Maar direct geslaagd, hield direct mijn brevet en kreeg ook direct werk. Kwam bij de vrachtvliegerij terecht. Want ik weet nog, moest ik op zekere dag zeug naar China vliegen. Zeug, dat zien mevrouw verkes.
En net dat ik er in China met woei landen, woei Mao er een stukje voor steken. Zeg nee, Mao, een stukje doorsteken, hè, de saté. Maar ik ben trouwens met die vracht wel met een omweg gevlogen, hè. Ik durfde dan met niet naar voor de grote beer. Maar ik vond de personele vluchten toch leuker. Oh ja, heb ik ook veel gedaan. Ik heb onder andere regelmatig Monsieur Gijzen naar Roermen gevlogen. Hij vond dat een hemelse reis. Nee, want op een gegeven moment toen zaten we boven de Noordpool. Zei het Gijzen, piloot, zei hij. Maar je gaat nou toch gans de verkeerde kant op? Ik zei, Monsieur, zo ken ik er meer. Ja, en in datzelfde toestel, daar zat ook Ruud Gullit. Hij moest naar Milaan toe, hè. Ja, dan was voor Ruud die reis niet zo duur. Ja, want gasarbeiders hebben het niet breed. Zet Gijzen bij het opstijgen. Ruud, jongen, daar gaan we. Ja, zet Gullit, maar mee zien ze niet gaar vertrekken. Oh, ik heb verschillende vluchten gedaan. Ik heb onder andere de trappisten hoe tegelen, dat is die nikszeggende orde. Heb ik daar een aangepast vakantieoord gevlogen, hè? De Stille Oceaan. Maar die vlucht daarop, toen ging het er heel anders aan toe, hè? Toen moest ik een stel publieke prostituees naar Ibiza brengen. Ja, je kunt direct merken, die dames komen veel onder de mensen. Die vlogen met een chartervlucht van Sextant. Ja, maar net onder die vlucht vertoonde mijn kist rare neigingen. Alle controlelijmpjes sprongen op roet. Ik heb direct de buiklanding uitgevoerd, hè. Daar waren die tenminste met vertrouwd. Oh, ik heb toch een geklooi gehad met die dames. Ja, Nederlanders vliegen hier. Dat haai ik al toen was ik nog kok. Toen ik kok was, toen haai ik er al een lazerij met die vrouwen, hè. Want net die dames vonden mijn sausjes te pikant. We zullen zeggen van vliegen hier naar kok, dat is toch een grote overgang. Nee, dat scheelt niet zoveel. Het is maar kort van cockpit naar kok. Zeker als ik sloop. Nee, dan wil ik het met die dames goed maken. Ik denk, maken ze een heerlijk koud buffet. Lieten ze onaangeroerd. Hij liever een hete bliksem. Het is niet zo vreemd dat ik kok geweest ben. Die eigenschappen die heb ik van ons mam. Ons mam die komt van boven de Moerdijk. En daar heb ik dus het opschuppen van. En mijn eerste baas als kok, dat was bij de Paters Dominicanen. En die hadden het liefst kapucijners. Of vergoten met de currysaus. En als nagerecht nonnenvotten. Ja, daar waren die gek op. Vooral als ik die werm serveerde, hè. Maar mensen, ik wou meer, ik wou zelfstandig. En toen ben ik dus begoosd aan een drive-uitkeuken. Dat is in. En ik direct vol goede moed naar Den Haag. Want ik denk, die jongens in de kamer, die lussen wel iets uit de keuken, hè. Pech gehad. Ik had er niet aan gedacht, maar die hebben er een eigen kok. Maar die heeft wel een eentonig menu, hè. Rode kool, rode bietjes, rode paprika. Terwijl ik had iets speciaals voor die ambtenaren. Slakkencocktail. Je kunt er langzaam opeten, hè.
Nee, ik heb toch een heel internationaal menu in mijn keuken. Dus denk ik, niks in Den Haag, dan ga ik naar Stevensbeek. Pizza, goulas, nasi. Zit een van die Stevensbekers sloven toch niet zo goed? Serveer toch een hoedsmieter. Ah, ik kreeg ook typische klanten te eten, hè. Bijvoorbeeld die van het Leger des Heils. Die bestellen grif 3 à 4 gekokte eieren. Die lepelen ze leeg. En dan gaan ze met de schaal rond. Maar het liefste doe je heb ik toch Pruisen, hè. Pruisen, die komen de mensen met een ganse bus. Deze dag nog in zo'n ganse bus. En toen zei de Pruisen... Herr Kok, wir haben gerne gebraten kartoffelen. Ik zeg, leider, zeg ik tegen de reisleider. Aber die patatten zien het af. Gibt's niks, zegt hij, dan maken ze maar puree. Kijk mensen, dus ik al weer in de puree. En dat heb ik als kok regelmatig, ik ben gauw aangebrand. En nou zit ik dan in de onval en de bouw. De controlerende zei het nog, wat moet ik toch met jou? 12 ambachten en 13 ongelukken. Je kunt niks maken dan stukken. Het is bedoel altijd maar hannissen en plaren. Geen modder in het vervolg voor het werk, maar voor het ware. Er is veroorzetten, dokter, maar één remedie, de fut. Zeg, dokter, heeft dat voor mij wel nut? Immers, ik vind niks doen, niks gedaan. Dus laat Temke voorlopig nog maar begonnen. Vastelovend samen. Zingen het nou nog ene keer. Joeg heidi, joeg heida. Maar donno huurde het nee meer. Joeg heidi, heida. Van slot ze tegen de bedplank aan. Hebben wij voor te balen van. Maar zo'n vod te blijven wij.
Ik zou wel eens willen weten waarom hier het is Jan toch zo wiet. Hier in het avontuur zoeken of wil de Chinezen verneuken. Het heeft misschien nog alleen gele stien. Zo hult haar gezicht voort op de bier. La 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 la. Een vrouwke door guns, gans guns uit de blote. En een vrouwke door guns uit de blote, die kan het nog altijd slecht loten. Has 100 jaar oud, maar het lukt er niet koud. Ze doet het nog heer maar met moten. La 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 la. De burgemeester, ha, als die wat moet openen, het is al hetzelfde. De burger, die zag heel verlegen. Ja. Op een opening rust nooit zijn zegen. Hij zag non de ju, wat is toch mijn pluie? Waarom stoot ik al in de regen? Hoi! Ja. En kindjes, hè, die kunnen nog in de herfstrood bij Kwak Piet snoepjes halen voor 5 cent. En kindje, wat zich is begaaien met snoep bij Kwak Piet uit die laaien. Ze wist al wat aan, hij zag blieft ervan. Dat liet er wel op met zien maaien. La 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 la. Goedenavond, Drummels en Drummelinnekes. Dat ook namens Snarentoentje en Trekbulentiske. Goedenavond. We willen het eens hebben over de echte, gezonde, boren kost van vroeger. De huurder bij dat het ook wel eens mij heel snel moest en dat ze geen tijd hadden om dat zaakje op de tafel te brengen en dan kregen bijvoorbeeld ook hoofdpatensoep en lui wieverpap. We gaan al zingen, luister goed, wat gij allemaal vroeger oot. S'merges vroeg en vast begin, een pan met spek, die ging er in. Het rook zo goed, die keuken vol damp, zondagse soep of wortelenstamp, bonenloetepot of pruimkeswek, en op de loersaus word ik gek. Spekruter saus en tonnemos, dat wor iets wat ons moeder kos. Het smaakte goed, ja, iederen hap. Hoofdpatensoep en luiwieverpap. Gekreegd karboet en mama spek, echte schenk en kleuntjes wek, bokjes kook en zeddelschap, zwarte bromme beer is de pap. Spek, ruter, saus en tonnemos,
dat wordt iets wat ons moeder kost. Het smaakte goed, ja, iedereen had. Op patensoep en luiwieverpap. De hals schief gekokt, maar geoot ze koud. Ze smaakte het best met flink wat zout. En daarmee vergeten die karmen ijs. Ik wou dat ik die nacht maar heid. Spek, ruter, saus en tonnemos. Dat wordt iets wat ons moeder kost. Het smaakte goed, ja, iedereen had. Hofpatensoep en luiwieverpap. Hofpatensoep en luiwieverpap. Iedere mens heeft zijn eigen kom af. En dus ook zijn eigen stamhoes. En daar wil je het eens over hebben. En in dit verband past heel zeker iedere gelijkenis met bestaande personen is puur hartstikke toevallig. Veel mensen die willen nooit weten waar vroeger er hoes het gestoord. Zijn stamhoes is nou afgebroken, het heet op de spitse gestoom. Zijn wichtwoord en komkommerskeesje, zijn dikke woord en een brandweerjas. Zijn kroekwoor en fles jonge kloren. En elke dag dronk heder en de gas. Gij kent hem van de boerenbruloft. Van het werken is hij geen slaaf. Het altijd als prins kunnen leven en rupt daarom Dreumel! Zien wie gewoon en komkommerskeesje, zien dikke woord en een brandweerjas, zien kroeg. En fles jonge kloren en elke dag dronk heder en de gas. Nog elke dag drinkt heder en de gas. Ik zou wel eens willen weten, wat heeft dat korkoster gekost? Wil die nou nacht meer vertappen? Ik ken het anders niet snappen. Dat er nou overal borden stond. Hoge. Vocht naar het centrum kunt gaan. La 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 la. We hebben ook in de schoenen niet een deken. Wat klein, maar toch een schoenen. Zeg, niks van die schone jendeke, want ik ken hem nog klaar ben paar weken.
dat is toch niet lang. Maar ik ben toch zo bang, dich hier strakkes nog langer trekken. La, 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 la. En die monumenten in Hoors. Jonge, jonge, jonge. En kijk eens naar die monumenten, wat mijnen die op de gemeente. Voor een ton wordt gekost, maar ons niks gevrocht. Dat is dik dom, maar wel met ons centen. La, 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 la. En Bels Vrouwke, de Schaanzoet België. En Vrouwke uit Bels het de mientje. Per ongeluk kreeg die een kindje. Zo? Ze noem voor het gemak moedermelk uit een pak. Dat noemen ze door tepeltzientje. La, la. Als je voor de eerste keer van uw leven op zo'n echt zwoel strand komt, ik bedoel zo'n strand waar je hoe goed alleen nog maar een logie mocht aan hebben, dan stond er toch een beetje gek te kijken. Ja, ja, ja. Thijs deut nou, of heder, nou stiert. Ja. Ik deed de jas zoet en de blouse zoet en de zak en ook de schoen. En ik denk daarna heel even zou ik het wel eigenlijk doen. Want die anderen die kieken en ik kreeg zo'n gek gevoel. Of ik stop of als ik doorga. Ik stui hier toch altijd voor. En dat werd door van top tot tien bekeken. Je hebt niks aan. No, dat kreeg het pas heet. In mijn naki, met mijn zaki, stui ik toch onwennig op dat strand. Dat komt toch enne. Zou je die niet kennen? Ga ik nou maar en de krant? Mijn paard de echo. Potverdikke, is dat misschrikken? En ik doe maar quasi nonchalant. In mijn naki, met mijn zaki. Maar het is echt geen het overt verband. Zie, gins kunt beer. Voor de zoveelste kier. Het woord en een ozel, geen harme niet meer. Voor de kindjes geen snoep meer, dat woord niet zo schoon. Wij vongen dat zij kreeg. Alleen en een ballon. Kijk, die lempjes die waren natuurlijk al biet boven de begroting gekomen. Tja.
En omzetverhoging in zo'n winkelweek is natuurlijk het allerleukst als het niks kost. De winkelier spaarde, wee wie de wolver. In de krant moest kieken tot glorie van eur. Daar leken het meer prijzen, het wordt heel gewiest. Elke dag grote foto's met Bart Meulendiekst. Wij hebben het geluk gehad dat we ook een prijs kregen. Ja. En dat ging als volgt. We kregen eerst een telefoontje. Trippel, trappel, trippel, trap. Toen kwam Bartje met flitstoontje. Trippel, trappel, trippel, trap. En de prijs gaat nog een hand. Doodde Bart mee in de hand. Zo komt hij weer in de krant. Het bestand en de nieuwe klant. Ik zou je wel eens willen weten word ik het flits toen wel geflitst? Zou je dat zelf wel opschrijven? Of zou je in de tellen bij blijven? Misschien heeft hij wel 10 miljoen keer gedrukt. Maar wat voorzien er door van geluk? Lambertusplein, een geval dat noemen ze pomp. Die pomp, oh, dat is een flater. Ze boorde door les werd 10 gaten. Maar konden door horst gestikt van de dorst. Dat ding guf nog altijd geen water. Ja. We hebben niet alleen een nieuwe dijk, hè? We hebben er ook een kaplanke bij. Een nieuw duo dus. De kaplan en de dijken, het zien netten. Ja. Ik gooi er steeds meer voor op letten. Zo. En wetten wordt het liekrek en ja, samen twee albino petten. La, 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 la. Maar het ergste komt nog. De Milieucommissie. Aan de Hamweg, daar gingen ze kijken en zeiden dat mest moet daar wijken. Maar Hofmans de zag met een lach geen mond of er stroom in zo'n zeiken. La. En omdat we ze precies aan een tijd willen halen, is dit het laatste liedje.
Je weet natuurlijk dat in de Loevestraat, door dat pand met de verkenskop aan, dat er Hasson hup hup, of moet ik zeggen wip wip tentje zou komen. Tja, hebben we gehuurd. Met alle voorzieningen die de Loevestraat op dat vakgebied al heet, ja, zou je het eigenlijk een complete reperbaan zien kunnen weren. Dit is een lied, maar nee, een verkinder. Het giet aan lied, maar overkwot. Zoals ge weet, het zou haast komen. Een sextant in de Loevestraat. Oh la la. Oh la la, la 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 la. Ja, door in die Loevestraat. Daar is dat, da 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 da. Het verderf en het kwaad. Oh la la. Koenders Jan levert de lijmkes. Groen en paars en ook knalrood. Nellen Heide plaatst de stereo met muziek die pest bij bloed. Oh la la. In die straat gewet wel werven. Kun de ook naar Wilfried toe. En John Truje nee vergeten. Heur het mij je ja en hoe. Oh la la. Oh la la, la 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 la. Ja, door in die Loevestraat. Daar is dat, da 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 da. Het verderf en het kwaad. En sinds kort, la 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 la, vulde in die straat auto's. Want ge moet er voort verpoppen, zien bij Moorman achter het hoofd. Dreumels, Herges Jan den hult zich op de bieën in China met gele stien. Ze heien het over spekruitersaus en tonnemos en luiwieverpap, dat was wat moeder kos. Er worden ook nog en een komkommerkel, den drinkt er elke dag en wel. Ze worden op het strand in hun naki zonder krant, maar met Urzaki. En wij kriegen in Hoors nou eindelijk een reperbaan met al dat nijmachinegedooi in de Loeverlaan. Dit worden Cor, Thijs en Toen. Drink met prins Jan de Vijfde en Klaas Ierwin als loon. Heren kennen we? We kennen jong. Ja. Hier staan voor u de trennenzetters
Wat vindt u van ons grijs gewaad? In de krant stond het geschreven, de nonnen maakten weer een plaat. We konden dus niet achterblijven, gingen op artiestentour. Ook wij verkondigen nu blijdschap, als de broeders van Amour. We zijn de broeders uit het zuiden, we zijn de broeders van Weleer. We laten hier de klok weer luien, o God, wat gaan we weer tekeer. Nous sommes les frères de l'amour, nous sommes les frères de la chanson. Wij staan hier vast aan ouwe hoeren, ja, u hoort het ouwe hoeren, ja, hier op het grand balkon. Oeh, u kent hem al. We kwamen uit ons oude klooster met de Intercity-trein, namen toen de bus naar Horst, moesten bij het gasthuis zijn. Bij de voordeur aangekomen, melden wij ons bij portier. Ik zag dat hoofd van Jan Nabben komen en zei: verrek, beunhaas, jij ook hier? We zijn de broeders uit het zuiden, we zijn de broeders van Weleer. We laten hier de klok weer luien, oh God, wat gaan we weer tekeer. Nous sommes les frères de l'amour, nous sommes les frères de la chanson. We zijn hier van staan ouwe hoeren, ja, je hoort het ouwe hoeren. Ja, hier op het grand balkon. Goedenavond, Drumels en Drumelinnen. Zo gisteravond toen ik dat zei, toen ging de zaal omhoog. Goedenavond, Drumels en Drumelinnen. Zo kennen we dat weer. Ja, zo was het begonnen. De nonnetjes hadden een plaats gemaakt. Ja, en broeder Overste zei tegen ons heren, wat die nonnen kennen, dat kennen jullie al lang. Jullie gaan eruit het land in, de zalen in, en jullie gaan de mensen amuseren. Hij zegt tegen ons heren, gaat, maar verdomme van mij niet, volg je niet. En mogen we ons dan hier aan uw voorstellen, drummers en drummelinnen. Aan de rechterkant, de vader met de trekzak, is vader Referentius. Helemaal aan de linkerkant, de Frans onder de vader, is vader Jean-Claude Artois. Ja, hem kent u misschien niet zo goed, maar zijn zuster was vroeger erg bekend, hè, Stella. En de flinke vader aan de linkerkant, geef hem een matig applaus, is vader Jan Verkuijp. En de spreker die langs bij Zuidings gaat voor de intimie, Henry. En Drumel. Maar wij gaan erin zien, doen we dat maar niet. We gaan het hebben over de progressie, over de vooruitgang, welke wij in het klooster hebben geboekt. En als eerste nemen we bij de kop de rechter. U kent ze nog wel, de lange zalen, links en rechts, allemaal tafels en stoelen. En in het midden het spreekgestoelte van vader Overste. Geen zak te beleven in die dingen. Want dat is veranderd, hè. We hebben er nu ook eentje, een Video 2000 GTX met katalysator. Waarom moest ik gezegd, heren, u mag naar de video kijken, maar alleen kerkelijke banden. En iedere vrijdagavond aan die stille, op zijn Solex Turbo naar de videotheek.
Nou had hij maar laatst toch een videoband mee naar de rechter gebracht. Moet u maar eens horen. Trek maar los, jong. Gezellig, hè? S'avonds in de rechter, in de videotheek, zaten alle broeders en iedereen die keek. Ze dachten aan een quizje of aan het journaal, maar dan lag Emanuelle en ze gaf zich helemaal. Oeh-la-la-la, kom-zie-kom-zie-kom-zie-kom-za. Wij zijn de broeders van Amour, ook wij gaan graag eens op die tour. Oeh-la-la-la, kom-zie-kom-zie-kom-zie-kom-za. O ja, onze lieve heer, het mag toch wel eens voor een keer. Och god, kom vaders, sprak toen de generaal. Ben u de zaak weer aan het neppen? Dat is toch geen journaal? Kijk u maar naar de EO, of naar het kerkenpad. In plaats van zitten staren, naar Manuel der blote gat. Oeh-la-la-la, kom-zie-kom-zie-kom-zie-kom-za. Wij zijn de broeders van Amour, ook wij gaan graag eens op die tour. Oeh-la-la-la, kom-zie-kom-zie-kom-zie-kom-za. O ja, onze lieve heer, het mag toch wel eens voor een keer. O ja, onze lieve heer, het mag toch wel eens voor een keer. Dank u zeer, drummers en drummerinnen, maar dat is nog niet de enige progressie welke wij in het klooster mee gemaakt hebben. We zijn op vakantie geweest. Ja, en niet zomaar wat. De overste had gezegd, dat wordt geen gerotzo, heren. Dat wordt even netjes geregeld voor u. U hebt goed gebed, dus u hebt er recht op. Dat was trouwens in de buurt hier. Dat was in de buurt hier. We zijn in de Meerdal geweest. We zijn in de Meerdal geweest en we zijn niet alleen gegaan, drummers en drummelinnen, want de nonnen van de overkant die mochten mee. Dat samen zeker. In de bus, strikt gescheiden, en toen naar het Meerdal. En de overste had gezegd, heren, dat kan lol zijn, maar er wordt wel even gebed. Hè. Denk eraan. Moet je daar eens doen, bidden. Ja, dat vind je niet zo gauw een kapel. Nee, niks. Zeg, eerst zijn we langs zo'n golfslagbad gelopen. Toen langs een knuffeluur moesten we die stille met de trekzak nog vanaf halen. Toen een poortje door moesten we 7,50 betalen. En toen zag ik het, hè. Zo'n deur met zo'n klein raampje. De damp sloeg eruit. Ik zeg, Henry, hier is het. Dat is een zweetkapel. Ben je naar binnen, hè? Dat zijn we in geweest, broemers en broemelinnen, en daar hebben we toch een blunder geslagen. Ik krijg het er nog warm van. We zijn op vakantie in het Meerdal geweest, het Meerdal geweest, het Meerdal geweest. We zijn op vakantie in het Meerdal geweest, o dat was me daar een feest. Zo'n rare kapel bij het golfslagbad, het golfslagbad, het golfslagbad. Zo'n rare kapel bij het golfslagbad, waar iedereen naaks in zat.
er stond in het midden een wierexvat, een wierexvat, een wierexvat. Er stond in het midden een wierexvat, maar geen mens die daar nog bad. Toen kwam de blonde. We hadden vergeten de bijen uit te doen, de bijen uit te doen, de bijen uit te doen. We hadden vergeten de bijen uit te doen, het water stond in de schoen. Maar ik zag toen die non van bungalow 4. En ik dacht bij mezelf, wat moet die nou hier? Ze stond aan de kant van het bubbeltjesbad. Ik vroeg Mère Marie, zeg, gebeurt er nog wat? Ik riep, spring er maar in. En dat deed toen die non. Maar ze was het vergeten, dat ze niet zwemmen kon. De herinnering blijft aan die non in het bad. Ze heeft alles gegeven, maar er niks aan gehad. De herinnering blijft aan die non in het bad. Ze heeft alles gegeven, maar er niks aan gehad. Maar dat was nog niet het enigste daar op het Centerparks. Want dat moeten we zeggen van een van die heren, want zijn dochter zat hier. We mochten niet meer sporthuiscentrum zeggen, maar wij zaten er op het Meerdalende waarom die stille met een trekzak anderhalf uur kwijt. Ja, en toen kwam hij terug helemaal opgewonden. Hij zag hier, ik heb een tent ontdekt als de gek. Daar hangt een bal aan het plafond met zo'n spiegeltjes en zo'n lamptrap. En als je eronder loopt, heb je de mazelen, zegt hij. Hoe heet zo'n ding? Zo'n ding, dat heet een diskette. Een diskette? Ja. Is dat een vrouwelijke disco? Ah, hoor. Dat was een disco, ja. En we zijn niet alleen naar de disco geweest, want we hebben de nonnen van bungalow 4 meegevraagd. De hoofdzuster hebben we een fles Oostenrijkse miswijn gegeven. Plat. En toen hebben we aan meer Vesuvius, meer Etna, en meer Stromboli gevraagd of ze wegen. Dat doe je het weer. Gisteravond ook al. Hè? Wat doe ik? Verdomme, vergeet ze niet. Wie vergeet ik? Marie Clary. Oh, Marie Clary, we zeggen altijd in het klooster. Als ja Marie Clary ziet, dan krijgt hij de razel onder de perrie. En dan zijn we toch met Marie Clary naar de disco geweest. Moet u maar eens horen. Stonden wat te drinken in de disco. De lampen flitsten en men ging tekeer. Ik dacht, waar ben ik hier terecht gekomen? Zeker niet bij onze lieve heer. 8 uur 's avonds, 7 januari. Zwarte panties en een witte kap. Stond daar plots ook zuster Marie Clary. Vergeef me heer, wat is die non toch knap. Ik heb stiekem met ze geschans, maar goed dat ik een pij had. Ik heb stiekem met ze gedanst, stiekem met ze geschans. We zongen samen nog het Agnes Dei. Broeder Frans zong zacht Alleluia. Een hostie konden we laten.
drinken. Dus namen we nog maar een sangria. Ik heb stiekem met ze geschans, maar goed dat ik erbij had. Ik heb stiekem met ze gedanst, stiekem met ze geschans. Moet intermezzo, hè? Laat je even gaan, jammer, je zegt maar een goede jongen. Wat ga jij doen, jong? Disco is dat, hè? Maar hij deel mee, nee, mee, oh Marie, oh Marie, oh Clary, oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Clary, oh. We hebben in de Refter nu ook disco. Broeder Frans bedient dat apparaat. Zuster Marie Clary mag niet komen, zolang jij ze over alle refters gaat. Ik heb stiekem met ze geschans, maar goed dat ik erbij had. Ik heb stiekem met ze gedanst, stiekem met ze geschans, stiekem met ze geschans. Zie je dat ook, wat ze met die bladeren ombrengen? Ja, ja, ze gaan overal naar achteren. Ze weten toch dat paters er wel pap van lusten. Zeg, dames en heren, we waren terug in het klooster en ik loop door de cellen gangen en ik hoor niks als geheulen. Ja, wat ik zeg, jong, wat is er, want hij was het. Hij zegt, ik kan ze niet vergeten, Marie Clary, de razel die blijft toch maar zitten. Ja, dat is erg. U lacht daarom als burger, maar als pater zit je daarmee, ja. Je zal het maar hebben. Ik kon het niet kwijt. Ik zeg, jongen, weet je wat je moet doen? Schrijf het van je af. En dat heeft hij gedaan, dames en heren. Hij heeft een internationaal razellied geschreven voor alle broeders en paters die er wel eens last van hebben. Dat internationale razellied. Ik heb de razel in de bij. Heb jij dat ook, dan heb je dat van mij. Razel in de bij. Want met zo'n feest, dan hoort dat ook erbij. Razel in de bij. Dat raak je nooit meer kwijt. Razel in de pijp, tot aan de vastentijd. Hoe die waren zongen, dames en heren, hoe dat klinkt. Als Franse langstrenzer, dat zing ik in Engeland. Oh George, I have vibrations in my rock. Every day, every hour of the clock. My body goes shaking all around. Nog een minuut en I flikker on the ground. Oh George, did you do it in my tea? The riesling is going to my knee. This feeling goes never voorbij. Is this now the hazel in the pie? Señoritas, in España, Cuba Libres of an Araña. Fiesta Gitana.
Is dit nou Spaans? Of papiamento? Tramalanto zien de peien. Tramalanto carnaval. Tramalanto gaat niet voorbij. Tramalanto voor allemaal. Voor allemaal. Nou komen de moeilijke. Nou komen de hele moeilijke. Dat was een was ook zo'n blues. Wat het nog in Zuid-Amerika zegt. Maar die praat alleen Engels. Aangezien de intelligentie en hofs misschien het net niet bereikt, zal ik het even voor u vertalen. Wat is er gemaakt? Oh yeah! Oh ja! Yeah. I've got the blues. Hij had zich een nieuwe blues getrokken. And I feel it trembling in my bones. En dan viel hij mee tussen de boom. Yeah! Ja. I've got the blues. Ja, joh, and I feel it trembling, trembling in my bones. Dat was iets dat viel dat sneller tussen de boom. Maar prinses, dacht ik. So I bought me a bottle of booze. Dus komt die zeggen plas, voor zie je bleek water. And I shake it down on my blues. En die schudde die pak blues. Next morning as I woke up, I found out that my baby was gone. The baby had a man. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, and I thought by myself, oh Lord, what have I done wrong? And in the verrek, what have I done wrong? Yeah. So I went to see my doctor. He said, you got the razor in the blues. Oh, yeah. Want met zo'n feest, dan hoort dat ook erbij. Razzel in de pijn, dat raak je nooit meer kwijt. Razzel in de pijn, tot aan de vastentijd. Blijven we hier nog een beetje hangen, zeg. Moeten we dan maar wachten. Weet je wat we jullie dan tenslotte geven? Dat hebben we net achter in de foyer geschreven. Zijn die gisteravond ook al, hoor. Dus maak je dan maar niet. We maken speciaal voor jullie een liedje en dat heet De Drummelrock. Dit was het weer, beste drummels. Aan drummelen netjes. U zachte broeders van Amour. Ze lieten u weer lachen, oh yeah. Waren op de koldertoer. Maar voor u weer naar huis gaat,
met een glimlach op uw fok. Laten wij u even swingen, oh yeah. Swingen op de dreumelrok. Weg met die tafels en die stoelen. Een hemelkamer bij de hand. En we zullen u wel leiden. Samen naar het dreumeland. Weg met die tafels en die stoelen. Een hemelkamer bij de hand. En we zullen u wel leiden, oh yeah. Samen naar het Dreumeland. Alla, komt nog meer. Nog eentje dan. Dreumers kussen dreumelinnen. Het gasthoes geeft nog gratis bier. De muurtalers staan te swingen, oh yeah. Iedereen heeft daar plezier. Toch zijn geen rangen en geen standen. Alle dreumels zijn gelijk. En ook de dreumelinnetjes. Viert u zo de vastenavond, oh yeah. Dan bent u in het dreumelrijk. Die tafels en die stoelen, een hemelkamer bij de hand. En we zullen u weer leiden, samen naar het Dreumeland. Weg met die tafels en die stoelen, een hemelkamer bij de hand. En we zullen u weer leiden, oh yeah. Samen naar het Dreumeland. Ja, dames en heren, heb ik ook weer het gevoel dat je gelijk van Kerstmis en Carnaval ziet gevallen. Ja, heb ik ook. Dus de kinderen kunnen wel gewoon weggooien, hè. Voordat ik begin, mensen, wil ik eerst even een vraag stellen. Wie heeft wel eens van de Camille gehuurd? Niemand? Nou, dan kunnen we het liedje dus overslaan. Ik kan het misschien beter anders vragen. Wie heeft er nog niet van gehuurd? De Camille in de Moerbeerbos. Kennen we toch allemaal? Hebben we allemaal gespeeld vroeger? Ja, hè? Daar heb ik een liedje over geschreven. Het heet dan ook De Camille. Ook ik werd nog in de Moerbeerbos. Toen voor zo'n 30 jaar het schuimen voor ons begon. Ik zag een paar appels en ieder hij zijn deal. En wie orde ze dan op bij de Camille? Laat de wegen speulen bij de Camille. Slingeren aan de touw, ja wat schoon was dat nou? Laat de wegen spelen, wisten over ons overveel. Samen op die schone Camille. En ik was jaar later met een mechje aan de kant. Van het en de kulke samen hand in hand.
En ik vroeg er dan heel zoetjes met een plekje als een kasteel. Samen bij de boom met de kameel. Laten wij gaan speulen bij de kameel. Slingeren aan de touw, ja wat schoon was dat nou. Laten wij gaan speulen, wisten of er zoveel. Samen op de schone kameel. Een tijdje terug kwam ik met mijn kinder in de buurt om te kijken naar die spulling der natuur. Maar de kameel, die was verdwenen, loog te rotten in het gras. En ik dacht toen aan wie schoon het vroeger was. Kosten wij nog maar spullen bij de kameel. Slingeren aan de touw, ja wat schoon was dat nou. Kosten wij nog maar spullen, wisten of en door zoveel. Samen op de schone kameel. Dank u wel, mensen. Het volgende liedje dat gaat gans ergens anders over. Dat is een plek die we allemaal kennen. Er staat nou het Nee Gemeentehuis in Horst. Of nee, dat is al een paar jaar al natuurlijk. Maar vroeger heeft er Hoegers gewoond, je kent Hoegers. En wij hebben allemaal bij Hoegers zwarte bessen geplukt. Ja? Nou, ik in ieder geval wel. Daar heb ik ook een liedje over gemaakt. En dat heet de Hoegers Zwarte Bessen Blues. Oftewel in het Engels, de Hyers Blackberry Blues. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ik moet er wat vertellen, ik moet er even kwijt. Geen op mij niet te bellen, al is die box te wit. Het is de beste blues, de zwarte beste blues. De drieën plukken blues, dit is de hoeren. Wat verdienen bij Hoegers op de plak. Een dubbeltje per kilo, maar met de dat plak. Het is de beste blues, de beste, beste blues. De drieën plukken blues, het is de Hoegers blues. En haalde dan de stroek af, voor Hoegers hong hij nog vol. Dan moest het blijven zeumeren, dat was de blauwe gul. Dit is de beste blues, de zwarte beste blues. De drieën plukken blues, dit is de Hoegers blues, de Hyers blues. En moest de sobers beuren, dat kreeg de geen cent. Dan maakte weder jemva, dat was hij niet gewend. Dit is de Hoegers blues. Zwart de beste blues, de drieën plukken blues, het is de Hoegers blues. Hij kwam de met z'n merten bij Hoegers aan de deur. Daar kreeg de belegen appels, daar zong de ok nog voor. Het is de Hoegers blues, het is de Hoegers blues. De zwarte beste blues. Dit is de Hoegers Blues. Dank u wel. Mensen, het volgende liedje is weer gans wat anders. Dat is een liedje over een papieren zak. En ik wil eigenlijk de papieren zak die we dagelijks in gebruik hebben in het dagelijks leven, daar wil ik eigenlijk even een muur halen, want zo'n zak die doet toch ontzettend veel werk voor ons. Die zijn altijd vol, we moeten ermee sjouwen. Het is zo werk. En over die papieren zak, de onbekende zak, daar wil ik even een liedje over maken en het is de ode aan de papieren zak.
zak van papier, wat kan door alles in? Bij de bekker en wel broertjes. Hey, wacht even, jongen. Oh, wacht even. We doen het zo, dan komt er een refrein. En dan zeg ik op de laatste regel van het refrein, zeg ik pang. En dan houden we allemaal de zakken vol. De papieren zak en de zak van papier, wat kan door alles in? Bij de bekker en wel broertjes, bij de slechter kan dat niet. In de friet en friet met gele kledder, bij de galerieën weer de bank. Maar het geluid van zo'n zak is nog, dan huurde een grote bank. Dat was niet erg lief, moet ik zeggen. Maar er komen nog meer refreins. Er komen nog meer refreins, dan kunnen jullie allemaal kapot knallen. Een toet, een teut en een zak, een bag, het zien alleen maar zeg. Een zak of tüte, de valise, de papier, het is toch al te gek. Je kunt toch fijn mee ritselen en scheuren kunt erop. Maar wilt het zonder auto, dan maak je helemaal mop. Een beren zak en een zak van papier, wat kan toch alles in? Wie de bekker en wel broertjes, wie de slechte kan dat niet. In de vriend bent vriend met hele kletter, en ik hou je weer de band. Maar de dekkeluid van zo'n zak is nog, dan huurde de grote. Het gaat al weg. Maar ik heb nog veel niet. Zit maar
is net in een puzzel. Het gaat ook al stukje voor stukje. En als ik de puzzel klaar heb, dan hang ik hem op. Nou zitten bij deze stukjes de trammenant van de familie Moskowitz niet bij. Nee, want dat is een grote puzzel apart. Hierbij verklaar ik mijn zitting voor geopend. Wil de verdachte opstaan? Niemand? Dat liet mij verdacht. Want toen ik net binnenkwam, heb ik er nacht zin zitten. Midden in een nat verkoot. Ja, ik spreek recht. Maar wat is recht? Rechter is een hoger beroep. En daarom sta ik hier. En jullie door. Maar ja, Luc, wat is goed en wat is fout? Wat de Jong toen bij de voetbalwedstrijd Nederland-Cyprus deed, dat was goed fout. Die zaak heb ik de vorige week behandeld. Ik zeg tegen hem, zo, dus G heeft toen alles verknald. Verknald in de lachbare zit hij. Dat waren vreugde uitbarsting. Ik zeg maar jong, wat ben je een os? Hey, hij een kaartje voor een stoomplaats. Maar ik heb ervoor gezorgd dat je nou kunt zitten. Ja, mijn vader en moeder. Die hebben zich krom gewerkt om mee rechter te maken. Want op school zag het er niet naar uit dat ik rechter zou weren. Want ik bleef geregeld zitten. En als ik dan voor de grote vakantie de juf met het hoofd van de stoel met de rapporten zou binnenkomen, dan doe ik alweer de reclassering. En als ik dan thuis kwam met mijn reclasseringsrapport, dan moest ik bij zijn pap in het beklagende bengske. Het bewijsmateriaal van school, dat waren meestal onvoldoende. Ik wou hem daar gaan pleiten. Want onze pap ten degen uitspraak na 20 dagen, nee, na 20 slagen. En dan kreeg ik ook nog weer 1 jaar ter beschikking van dezelfde juf. Maar met de laatste 3 jaar kreeg ik voorwaardelijk. En toen kreeg ik ook mijn eerste aanwijzingen voor mijn latere roeping. Want de meester die zei mij tegen mij, Jerke, loop rechter. En dat gevoel, dat mijn plaats in de rechtszaal wordt, dat gevoel dat wordt steeds sterker. Want als we met passen en kersenmis van een volle beklaagde bank, één voor één met lood in de schoen, de biechtstoel in moesten, dan doe ik alweer het kruis voor. Mijn laatste bekentenis was altijd, ik heb gelogen. En de uitspraak was al schuldig. En de straf moest mij over uit zitten. Die
zeker ook al soms vuur geweest. Ja, en ik stond er ook niet hier op. Voordat ik dochter een tiedum was. Voor de onze vaders en de wieske groetjes. Maar later, veel later, ben ik naar de universiteit gegaan. En daar hebben ze mij alles geleerd wat niet mocht. De examinator is achter mij, kandidaat van Helden. Wat is het verschil tussen een meerderjarige en een minderjarige? Ik zeg, een minderjarige, die is getrouwd en geboren op 29 februari. Dus u zegt die kandidaat, wat is een alibi? Ik zeg, dat is als de verdachte kan bewijzen dat hij op het moment dat hij het misdrijf pleegde ergens anders was. Hij kijkt mij aan of dat hij mijn antwoord slechter begreep als ik zijn vroeg. En toen zei hij, kandidaat, zei hij, wat is gratie? Ik dacht diep, nou. Ik zeg, dat is als de koningin het leven schenkt aan de misdadiger. Ja, het recht heeft mij altijd in het bloed gezeten. Want ik ben ook ooit grensrechter geweest. Toen scheidsrechter. En nu ben ik bijna dagelijks scheidingsrechter. En toes aanrechter. Ja, want laatst heb ik nog een zeer ingewikkeld scheidingsverzoek ingewilligd. Van een specialist in scheidingen. En een kapper. Dit heet er quota, hè? Toen hij voor me stond, waren hij nog permanent in de weg. Hij wou precies van die vrouw af. Ze heette Roos. Ik twijfelde en hem tot een goede uitspraak te komen. Zeg ik tegen hem, maar Roos moet vroeger toch ook wel iets gods gehad hebben, toen hij ermee trouwde. Jawel, zei hij, maar dat is allemaal op. Tot de laatste gulden. Mijn eerste rechtszaak nu, die heb ik gehaald in Gelderland. De verdachte die kwam wel uit Venlo, maar ik vond dat hij alles onder ede moest verkloren. Daar heb ik ook nog aan een beroepswerkeloze die wel verdiende loon gegeven. Toen ze zei hij nog, ik ga je in beroep. Check dat zo graag rooien nog. Ja, wij rechters, wij krijgen soms wat verkoten. En als die een euro pleidooi beginnen, die kakelen we af. Ene heb ik dan met een bijnaam Zwarte Kip. Die prodden zijn hem zonder kop. Alles wat in verdedigt, doe ik achter slot en grendel. En dan krijg je een naam daarna. Ja, de eerste indruk die ik van de verdachte kreeg, hij is later duk bepalend voor het vonnis wat ik u velle. Prostituees die vroeger de illegaal tijd op het vuur komen. Gisteren heb ik nog iemand veroordeeld die leefde vorige week naakt op het strand. Waar helemaal geen naaktstrand was. Het was koud, een graad of 5, 6. Maar ja, dat is afgehandeld als kort geding. Thank you.
Sowieso heb ik ook een eigenaar van de Venlose coffeeshop veroordeeld. Ik zeg op zijn Venloos tegen hem, hoe gij het, beste kerel? Druk. Biestig druk, zei hij. Ik zeg bedankt voor de spontane bekentenis. Ja, let's hij er nog een en dan heeft hij diep in het klesje gekeken. Dan hoeft hij geen nat verkoot. Ik zeg nog, jongen, jongen. Hoe denkt u dat te klaren? Ik heb hem veroordeeld tot 1 week gevangenisstraf. Toen zei hij, dat vind ik niet zo erg als 7 dagen. Ja, en dan heb ik nog een Duitser vanwege een parkeersovertreding. Ieder lachbare zei hij, ik wil me hier even blijven. Ja, ik zeg, dat hebben jullie nog gezien in Kirgizaag. Ja, ik ben zo dag en nacht met het recht bezig. Want let zo verzet mijn vrouw. Ja, ik ben getrouwd. Voor de wet. 2 getuigen. Toen zei mijn vrouw, leg dat wetboek nou eens weg. En laat het recht zijn gang gaan. Ja, zelfs als ik met mijn vrouw goed kan eten. Ga ik voor het gerecht. Zware misdrieven lui, die behandelen het levensdag te gesloten deuren. Let zij zo'n misdadiger het lef mee te vragen, ieder langbare waarom achter gesloten deuren? Ik zeg, dat kunnen we zwennen. Zo heb ik toch hier een kunnen veroordeeld door levenslang. Toen rupt de verdachte, ik protesteer, ik protesteer. Ik zeg, haal de moel. Anders kun je er nog een jaar bij. Ja, want ik ben rechter, maar als je me kwaad maakt, erg kwaad, wil ik hoe langer hoe linker. Ja, en heb ik nou een geval met een zakkenroller. Ik zeg tegen een slachtoffer, is dat die zakkenroller? Weet ik niet, zegt hij. Ik heb hem niet gezien. Ik ken hem alleen herkennen aan zijn stem. Ik zeg, verkloor dat is. Nou zit ik waar op het station. En toen moest ik naar de wc. En toen ik door mijn kloor was, hij kent papier. Ik huurde juist iemand bij de wasbak en ik vroeg voor een stukje papier. Toen zei hij, steek uw hand onder de deur door. En toen ik dat deed, toen was ik mijn horloge kwijt. En een zakkenroller, zeg ik. Ze ben me blij dat er hier een horloge was. Want tegenwoordig huurde wat zoveel over balletje, balletje. Ja, lui, rechterspeulen is mijn vak. Als het moet zien, gaan ze allemaal in de bak. Wij rechters krijgen te maken met verschillende advocaten. Die pleiten om de verdachte vrij te laten. Maar lui, het recht moet zegevieren. En niet alleen voor de kleine, maar ook voor de hoge heren. Vaste avond samen. Thank you.
Lief drummelinnetjes en drummels, dit wordt de garde die je zou dansen. Al hoort er mechjes en allemaal ganse vrouwkes. Vol leven, lon en vol schik. En als niemand dat ziet, dan krijgt hij een hik. Van bewondering en grutsigheid. Ze zien van ons, al denkt hij, worden die elders toch maar hier aan begonnen. Mechjes, drink met prins Jan de Vijfde en glaas Ierewien, want o dansen, geluurt mij dat nog te zien. Zie je het op mij hier in het leven, drummelinnetjes, of niet? Laat het nog maar eens goed duur. Ik moet ook zeggen, de dans heette Black Bottom, maar ik heb er geen ene gezien. Tenminste niet, Black. In deze hulde van de prins zou ik ook graag willen betrekken de begeleiding van deze groep. Gezocht net Wim van de Munnekhof, de wou hier minus Troem jatten. Ik heb hem ergens anders naartoe gestuurd, maar zo stelt de manager zich in voor de garde. Dan is er Nel Keizers Bertrams, die is er voor de verzorging. Martin Keizers, Martin van de Kerkhof, die zorgt voor hun muziek. En dan is er ook nog de trinster, en dat zien er in dit geval twee, Trudy van Ree Verheijen en Els van de Munnekhof, die trainen nu. En ik vind dat die ook wel eens een applaus mogen hebben, want ik vond het geweldig. Functioneel centrum heet, doch ik Jipke Pazu maar eens aan en kom ook maar eens multifunctioneel voor de dag, hè. Van de zomer hong het centrum nog vol met van die vlekskis en tegen het Sinterklaas waren die geen peren meer waard en nou stikt het er van de lijmkes, hè. Mijn vlekske dat hunkt nog half stok wat Sinterklaas betreft. Wat een shitvertoening, hè. Nog geen zekske snoep meer. Weet je wat ons kinder kregen? Als je van een luchtballon het velken afdoet. Dat heb ik ook de halve tijd in deur op dat met de knommelen die in veld. We hebben de Sinterklaas ook zonder harmonie, dezelfde als Beer Herraad zonder prentjes, hè. Hoe ving de trouwens minen helm? Dit is ook multifunctioneel, vast en zeker. O, op de eerste plaats denkt hij dat hij mee op de kop blijft zitten. Vast en zeker, want anders giet mij de lamboet, hè. En natuurlijk het belangrijkste voor mijn eigen veiligheid hier in Horst Centrum. Niet vast en onzeker dus. Ik doch Jipke vanavond de fraga non de ju. Ik heb me voor deze gelegenheid ook gans verschoend. Ondergoed binnenste boete en klaar was Jupke. Ik heb dus gekozen voor een licht of een trottoir. Want licht, dat is één in Horst, hè.
ons nee gemeentehuis is gans verlicht. Alleen s'avonds, hè. Of vandaag werkt dat ook niet. Onze kerktoren is gans verlicht om een goeie indruk te maken op ons nee-herders, hè. Jong van kracht en geest kwamen die twee horst binnengegeest. Wat zien wij bofkonten? Ja, want qua leeftijd samen hebben we normaal gesproken maar in een deken voor. Alleen de hoogmis duurt met die twee wat langer. Scheelt mij verdomme twee rondjes toepen. Maar als geplanken, dat was goed gemutst, hè. Toen ik Tin de eerste keer zag onder zijn prachtige, zwarte, baskische alpinopet, toen dacht ik, Paturin. Goed gedaan, jochie. En op Dijke Hanneman zijn kennismakingsreceptie heb ik nog met Dijke Hanneman zijn vader stond te houden. Ja, ik stond er gewoon mee te praten dus. Hè, dat... Ik zeg luisteren, Hanne Alt. Zeg, zo'n jong geestelijke die moesten voor de toekomst financieel toch helemaal onafhankelijk kunnen zien, hè. Slot de krant maar op, elk team heeft toch voor reclame op de blouse. Ik zeg het al zo binnen deken, hè. Brood van Derks. Een beetje plunke wijn van Wijs. Nee, zegt Hanne Altjupke, dat mocht niet van onze bishop. In gemunt hadden een warme bekken moeten sluiten. Daar had je de stokbroeder tussen de nonnen voor de liggen. Ja, geniet er nog maar even van. En dan dacht ik je zeker dat ik op een pastoor in de Norbertusparochie bewoos. Ben de Venloose krant niet. Geef mij maar grenzen maas, dat klinkt meer als echo in de oren. En vanaf vandaag ook geen gezeggende muziek meer in de kerk. En geef mij maar een LP van het jongerenkoor. Dat huur ik toch liever als een opname van de pauze, hè. Zeg, zeggen dat onze pauze maar kleintjes begint zo met zo'n cassettebandje, weet je wel. Dat moest in mijn neem ook. Gezegende muziek, onze harmonie die is gezegend. Die maakt muziek en die bestaat ook nog eens 170 jaar en is 70 jaar, nee 100 jaar koninklijk. En dan giet de vlag van de muur. En Rinus van der Mulder die wordt al nog 65 jaar koninklijk. Maar de vlag kan boven blijven, Piet Paulussen, 11 jaar vorst. Toch een heel prestatie van iemand om 11 jaar niet meer te zien, hè. Wat het 11 jaar, 22? S'nachts telt toch dubbel?
En eindelijk na 11 jaar een dag boven zien de kop. Maar als harmonie, die dat flesje kan gras bovenblieven, als harmonie had ook nog nee pekskes gekregen, hè. Ja, het wordt ook tiet, want er worden al bij die je 25 jaar in dezelfde boks geblozen. En nou moet eens roeie kru is ook al zo nuttig, nee pekskes. Ligt wel een ziekte. Maar komen zullen ze toch? Desnoods net Jan van Eyster die zelf, hè? Jan van Eyster, de Joop Zoetemelk van Oors. Alleen rookt hij wat meer. En van mij mocht Jan nog gras lang doorgaan, daar zie ik nog lang geen vervanger voor. Het teken is nog iets te klein. Maar de vlag kan weer een buur. Want we hebben in een echte Dreumel, die is ambassadeur geworden van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg, het BCL. In Duitsland al een onderscheiding gehangen onder de naam Leo Pulz. Maar de kerel, die is al overal geweest, hè? In Duitsland, in Zwitserland, in België, Grubbevoorse. In Bels wordt in zo'n fauteuil zo'n zetel al rondgedragen, hè. Dat geeft over van Aleo Poeltske van dik houtzacht geplankskes. Kapsones. Nou, hij heeft weer als periërs en champions, maar dan hebben we ook nog kapsones bij gekregen. Horst Noord en Horst Zuid. Voor de mensen zeker die een hotel zoeken. Riek van de Nederlanden in Noord. En zo'n Baanhof in Zuid. Ik bedden hij wel zat, hè. Naar het beddenpaleis hebben we nog altijd champignons en sperjes bedden. Toch wel een veilig gevoel, maar wat het veilig? Wat het veilig? Je mocht nog niet meer vrijen in de Moelbeerenbos, want dan zie je de zorg. Gisteren nog zo'n meerdalbewoonster aan het Zoemhukske. Jupke, zegt ze, ik vind het hier zo mooi, die natuur schoon. Ik krijg er iedere keer weer vlindertjes van in mijn buik. Vlindertjes. Zeg, mevrouwtje, dat zal wel. U staat midden in een bocht zakdoppels. Linksaf. Linksaf. Zullen we samen eens proberen? Bij de huishoudschool linksaf. Even weer rechts. Woont Aristas. En ik ga je nog gedacht dat het links zou worden. Dat geeft mee maar je moerman, dat woont links. Ja, je lacht er maar mee. In de Loevenstraat en Herstraat, daar lagen ze niet. Dan kunnen ze de vlechtjes te gras uitloten. En de lemkes kunnen ze er ook uitloten. Je kunt er verdomme nog geen hond uitloten, hè. Het stikt en stinkt door van de uitloten. En dan ons babyhoes, gans op veiligheid geverfd. Wit als afschrikkleur.
Ja, die schreeuwden al jaren een uitbreiding, hè. Maar nou de slogan vergrijzing in de Norbertusparochie, die je te verbouwen. Ja mensen, laat ons nou eerlijk zien, als je ook door de route naar binnen kijkt. Het is toch allemaal prachtig, allemaal die leefbedjes en die mooie wiegjes, hè. Je krijgt er verdomme weer zin in, hè. Ik heb toch al menige kel veer sprungse poes aan zich, hoor. En dan een deur boven die pulkers, die Amsterdammertjes, bokspringen. Maar dat kan Pien doen. Er bent nog geen hele maar. Gisteren nog in een Zeeremse, drie keer eroverheen en drie keer Pien. Die ging ook veersprung ze boos aan. Die zorgde geen babyhoes meer, hè. En dan die rot bloembek in dorp. Bloemen houden van mensen. Maar die bek toch niet. Ja, goedkoop geplaatst, hè. Wedden dat die al gesponsord zien door oedumpelerij Timmermans. Hij is maar een sponsor gevonden voor een zwembad. Jongen, jongen, jongen. Meer als 5 miljoen voor een beetje meer water. Ja, vooruit, dan komt daar nog een schummelje en een wipje in. En weet je waar ik bang voor zie? Als dat straks financieel door afknapt, weet je wat ze dan het eerste doen? Sluiten ze het water af. Zien we voor niks naar de openingsreceptie geweest, hè. Want recepties hebben net zoveel als lempjes in ons. Les aan nog een menum, door naar de wazelvotten. Liek wel doorgestoken kaart. Behalve de voetbalclub, hè. Die had je voor hen ook al nooit prijs. Maar daar ga je Temke wat aan doen, dat heb ik wel gehuurd. Vlag hem huur. Dit jaar de nieuwe burgemeester, weer naar de receptie. Ja, toen steek zit ook lang genoeg in de ketting gelegen, hè. Ik heb ook een toen gevraagd waarom dat je de roet scheidde. Nou, zei die Jupke, ik ben bang dat ik vandaag of morgen mijn eigen roet in smiet. Maar Jupke heeft zich weer afgevraagd waar de nieuwe burgemeester dan moet komen wonen. In het centrum, dat giet alweer nee, daar woont Cor Kosteral. Villa Anna. Nou, die zusterkes die zien nog wat te jong. Het bouwwerk tegenover Bekkers Pietje. Nou, dat giet ook niet, dat is pas in het jaar 2000 kloor. Bied een deken op kamers. Giet ook niet, want de hult niet van hokken. Dat is anders wel plak zat, hè. Maar Jupke vindt wel dat je in de hoofdstraat moet wonen. Ik heb hem. In het licht van de kerktoren in het oud winkelpand van Houwe Wiel. Ja. Kan hij dagelijks door het zolderremke in de gaten halen wordt het meeste gemeentegeld ingeet, hè. Oftewel het gemeentelijk stamcafé Zopo. En dat is toch wel het end, hè. Ja, Luus. Wat ze ook met ons belastingcenten willen versieren, de op de meerd in Den Hoog zullen ze toch wel nooit slieren. En op de sokkel door de kunde peert zit dat bestuur. Nou, geef mij maar een godschilderij.
als dat ik naar die flauwe cultuur. Geef mij maar een flesje, een lijmke en een groot glaas bier, want ik zorg vanavond nog geen gezoor gezichten hier. Vast vanavond samen. Blauw. Blauw. Zoals je ze denk ik nog nooit gehuurd hebt. Want we gaan namelijk vanavond is in ons echt hoogste taal voor u zingen. Den dreumel giet wat ekke de schouw opgesteld.
Kom op en hazo, 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 gauw. Kom op en hazo, 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 gauw. Kijk, de Dreumel die vertrekken, want Leo den belt. De Dreumel die vertrekken, want Leo den belt. Doch hier de prins met zijn oetrekkers moe. En de vrouwlui die trekken er nog. Wie met hoofd vangen café. Nee, nooit eenzaam kan een prins leven zien. Kijk maar. Durm kijkt heen is oor maar gans blind. De Dreumel giet wat trekken, want Leo den belt. De Dreumel giet wat trekken, de schouw opgesteld. Kom op en hazo, 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 gauw. Kom op en hazo, 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 gauw. Niet de Dreumel giet wat trekken, want Leo den belt. Een Dreumel die vertrekken, want Leo, want Leo, want Leo, want Leo. Een Dreumel die vertrekken, hala. Dankjewel. Tegenwoordig wil iedereen een hoesdier hebben. En zo ook bij ons toe, zoals de pap, de zij en de mos een hoesdier hebben. Nou moeten we weten, onze pap dat is nogal een avonturier. Dus geen een hond of geen kat, dat is veel te gewoon. Het mos iets apart zien. Een of ander wild beest of een gek beest. Nou, daar hebben we nog gezocht. Maar dat zeuken dat is ons beestig tegengevallen. Het zo gek nog niet bedenken, of wij hebben het al bedocht. Maar elk biest dat hij zijn mankementen, wij hebben echt biestig gezocht. Ik vong en een kameel bij de oase, maar die bulten stongen mee niet aan. Ze heien voor u, gij pas het mentje. En die mocht niet in bed van ons vaar. En toen kwam ik toes met een tijger. Maar dat beest hij wat last van de nom. Oh, oh, oh. Onze pap zit, het lijkt wel een heiger. Maar ons mam vond dat beest wel bekwam. Bekwam? Ja, heel bekwam, ja. Je kunt het zo gek nog niet bedenken, of wij hebben het al bedocht. Maar elk biest dat hij zijn mankementen, wij hebben echt biestig gezocht. Ik zocht in de winkel en de lama, ik zag het met de lama dat. Maar toen hij ons mam begon te spelen, zelfs valt de lama mada. Roept u maar. Roept u maar, ja. Reacties keer. Jurk, wat blijft? Ik kan het niet goed verstaan, ja? Struisvogel, de achter, ja, heel goed. En de struisvogel voor ons volgend biertje. Maar die stook zien de kop in de grond. Dat is geen gezicht. Met de ons vader. Dat biest het alleen maar en komt. Onze pap kost ten slotte nimmer wachten. Hij ging er toen zelf op hoed. Hij heeft nou vocht van die wilde nachten. Hij is er met een stoeipoes tussen oe. Miauw. Wat gevaar, o snik,
kunt weten. We doen het echt ontzettend geer. Gegotter waar, ontiegelijk van zwieten. Maar het geeft ons veel plezier. Kees en Hu en Jacques, die doen het. Die hebben het net nog gedaan. En we denken dat er heel wat meer zien, die zich waar eens lotte gaan met hossen. We zien elke pot van hossen. Hossen, iedereen kan hossen. Ere moet de kom en de tiene blauw. Maar wat maakt dat nou? Zit toch neer, zo terug te kieken. Je hebt het nou van ons gezin. We zullen nou eens gewoon verglieken. De ene hos is de andere neer. Pot van hossen. Hossen, iedereen kan hossen. Er moet de kom en de tiene blauw. Wat maakt dat nou? Ik was een kleine meid, ik vroeg een smoeke, wat zal ik zien? Zal ik schatrijk zien, of een schoon stuk, of zal het gans anders zien? Wat zal zien, wat ooit er moet zien, de toekomst kan niet meer zien. Wat zal zien, wat moet zien, moet zien. Je stort bij de bank aan het loket. Denk bij op eigen, wat zal er nog zien. Je kijkt heel beteuterd als je het hebt. Zou dat nou alles zien? Wat zal zien. Wat ooit er moet zien, de toekomst kan niet meer zien. Wat zal zien, wat moet zien. Straks kunt de vaste novend weg, waar het ook wordt, ik zal er zien. Denk niet aan merken, denk maar eens zoen. Wat er zal zien, wat zal zien, wat ooit er moet zien, de toekomst kan niet meer zien. Zal zien, wat moet zien, ja, daar gaan we. Wat zal zien, wat ooit er moet zien. De toekomst kan niet meer zien. Wat zal zien, wat moet zien, moet zien. Dank u wel. Dank u wel.
Lief, Lubbenetjes en Reumans, dit hoor, horizon. En vinkte, gee het niet schoon. Vier. Vier. Ongeduldig tu. Dit zien vier mekjes. En ik vind het hartstikke schone mekjes, Georg. En ik ben eigenlijk een beetje jaloers op Paul Hansen. Dit als enige door met die meiden mee mogen optreden. Het zijn hele frisse vogeltjes. En hij zit toch maar in die veren, het is een hele loose leven. Wat is mijn woord? Wil je ook wat zeggen? Nou, dat is uren daar. Ik moet u nou toch eens wat vertellen. Ik durfde eerst niet goed, ik wou nog bellen. Zie van die dingen die gene zegt me nou geheet. Toch zie ik moet het kwiet. Ik vind oh nee mooi, oh lippen zien te roei. Ik haal niet van de knoei, het is niet mooi. En dan nacht is stank, oh hoor zien vuls te lang. Ik kreeg van oh alleen maar stank verdank. We zien toch bella, bella, ving de os nee wonderbaar. Het hoog wil ook wel wat. En speelde geen oma gitaar. Gij zit gewoon jaloers op ons poeierdoers. Gij kiekt altijd zo voer, steekt van de roers. De dag niet zo flauw en kiek dag niet zo nauw. Ik luf dat ik als hou, kom maak het nou. We zien toch bella, bella, ving de os niet wonderbaar. Het oog wil ook wel wat. En speelde geen oma gitaar. Kijk, en dat bedoel ik nou. Als de prins zo blie, die vrolie, die willen ook altijd beet de prins zien. Maar en een tijger, nee, dat vingen ze maar en een heiger. En zelf zongen ze over een revaar met zijn stoeipoes. En die kwam toen ook nimmer toes. Maar den arme Paul, die zongen ze gans doei. En toch... Het ziet vier mekjes gans mooi. APPLAUS.